Dit is een van de ziekste gaming limousines misschien wel ter wereld. En deze limousine was geboekt voor mij. Ja, ik heb gegamed in een limousine, maar aan het einde was er nog wel iets heel erg vaags aan de hand. Laat me het allemaal uitleggen. Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd om het op te nemen tegen de content creators Ronald en Nessidu. Ik dacht gewoon een beetje simpel gamen, maar nee. Het was midden in de nacht en er kwam letterlijk een hele limousine aan. Ik gaf de limousinechauffeur natuurlijk een high five en daarna stapte ik in. En er was overal rook. In de limousine was een video van een Legion man die ons vertelde wat we een aantal games tegen elkaar moesten doen op de nieuwe laptops van Lenovo Legion. Deze nieuwe laptops hadden echt super zieke specs met onder andere een Intel Core i9 processor. Dus gamen op een super comfy bank met nul lag in een limousine kon het nog beter. Nou ja, dat was één probleem. We mochten volledig gratis mee, maar als je verloor, werd je ergens achtergelaten op een random locatie. De eerste game won ik, dus ik mocht even blijven zitten en Nessie werd eruit gegooid. Maar daarna moest ik het opnemen tegen Ronald in een 1v1. En ja, dat verloor ik dik. Ik ben nu dus midden in de nacht op een random plek gedropt. En ik kijk achter me en... Oh! Oh!